dit moet me wel van het hart. Suriname bestaat eigenlijk niet. Suriname is een kunstmatige zaak. Het is een land waarvan men de grenzen niet kende. Een land wat geen volk heeft. Een land waarvan degenen die er wonen hun eigen geschiedenis niet kennen. Ja, zo'n land is er eigenlijk niet. Het bestaat eigenlijk niet. Het moet komen. Het moet ontstaan. Ja. En een van de redenen waarom of wij dus ook erop aandringen dat de mensen de geschiedenis van het land zullen kennen en begrijpen, dat is juist in de hoop dat zich ook daaruit een bewustzijn van saamhorigheid en van lotsverbondenheid zal ontwikkelen, zodat er op die manier een natie ontstaat. En daar hebben de Hollanders nooit aan meegewerkt. Ze hebben alleen maar alles gedaan om er tegen te werken. Op een kleine groep indianen na die al in Suriname woonden, zijn alle andere groepen mensen in Suriname geïmporteerd door de Nederlanders. Bij een bezoek van prinses Juliana in 1943 zien we de bevolkingsgroepen gescheiden opdraven. Suriname is een nog verzuilder land geworden dan Nederland zelf. In theorie bestond er wel als bindend element verplicht onderwijs voor iedereen, maar geld werd daarvoor bijna niet ter beschikking gesteld. Bovendien mocht dat onderwijs vanaf 1863 niet in de algemeen in Suriname gebruikte omgangstaal worden gegeven, maar in het Nederlands, zodat deze Indiaanse kinderen nog steeds zwoegen op woorden als buschauffeur. Daarom heten ze Deven. Niet zo. Bladzijde 6, Asiloike. Begin bovenaan. Ja? Als het veer schuin komt te liggen. De verboot boot vaart legt naar de andere kant. Het is niet ver. Ja, het lagere onderwijs in Suriname was dus ook uit hoofde van dat Nederland de norm was, helemaal Nederlands georiënteerd. Je leerde over je eigen land niets en over Nederland meer dan de Nederlanders zelf. Een voorbeeld? Nou, ik heb als jongen van een jaar of 12, 13 al moeten leren hoe je te water reisde. Van Stadskanaal naar Zierikzee. En dan moest je dat allemaal opnoemen. Alle kanaaltjes en riviertjes waar je langskwam en alle plaatsjes. Dit is heel duidelijk Nederland niet. In deze tropen zou je moeten leren thuis te zijn met z'n allen. Maar een binding via het onderwijs ontstond niet, omdat het onderwijs gericht was op het vreemde Nederland en niet op de Surinaamse volksgenoot. Daar komt nog bij dat na 1933... de neiging bij het bestuur ontstond om de eigen cultuur en taal van de Hindoestaanse en Javaanse immigranten te bevorderen en bijvoorbeeld eigen Javaanse dorpsgemeenschappen te stichten. Dat zuilensysteem van de immigranten om ze apart te houden, dat is in het begin vrij natuurlijk ontstaan. Maar dat is dus eigenlijk onder invloed van Colijns een visie op de koloniën, die daar dus die gouverneur Kielstra naartoe gestuurd heeft, heel sterk bevorderd. Wetens en willens, ik zou bijna zeggen moedwillig. Waarom? Waarschijnlijk uit de visie verdeel en heers. En ook omdat deze mensen volkomen Indonesisch georiënteerd waren, die het toen voor het zeggen kregen. En vanuit het Indonesische systeem in Suriname gedacht hebben, als we die verschillende groepen apart houden en zoveel mogelijk bevorderen dat ze hun eigen cultuur vasthouden, dan is de zaak beter bestuurbaar. Zonder erbij te bedenken dat daar een volk moest ontstaan, dat deze mensen blijvers waren.
Suriname is uit de Tweede Wereldoorlog betrekkelijk welvarend tevoorschijn gekomen. Vooral het grote Amerikaanse garnizoen had onder de bevolking, de middenstand en de arbeiders flink wat geld in omloop gebracht. Men had met de grote wereld kennis gemaakt. Het zou nooit meer worden zoals het was. Ook niet omdat door koningin Wilhelmina grotere zelfstandigheid was toegezegd. Nu was dat een probleem. Tot 1948 bestond er in Suriname geen algemeen kiesrecht. Mocht alleen wie rijk was stemmen. Voor 1948 was elke politieke beweging met zorg de nek omgedraaid. Hoe vestig je in zo'n land dan plotseling een democratie? Waar haal je de politieke partijen vandaan die echt weten wat ze willen? Tussen de VHP en de NPS, de twee grote politieke partijen, bestonden absoluut geen ideologische verschillen. De enige basis waarop ze verschilden was de basis van ras. Ja, dus dat is het enige verschil. Dat zal de verdraagzaamheid tussen de groepen natuurlijk ook niet heilzaam beïnvloed hebben. Nee, laten we zeggen, vooral in periodes dat er dus verkiezingen waren, dan was het voor de mensen noodzakelijk om dus hun onderscheid duidelijk te maken en dus extra te gaan spelen op raciale sentimenten. Dat zijn natuurlijk ook de tijden dat er in Suriname, in buurten en zo, dat er gewoon spanningen waren tussen de mensen die gebaseerd waren op ras. Men moest die raciale spanningen steeds aanwakkeren om zijn eigen bestaansrecht dus te... In een verkiezingsstrijd tussen partijen die op grond van ras zijn georganiseerd, wordt natuurlijk nog minder dan anders duidelijk waar het nou precies om gaat. De mensen gingen de verkiezingen in zonder programma's. Mm-hmm. De eerste politieke programma's kwamen er pas in 1977. Er ontstaat in Suriname na 1948 dus een merkwaardig soort democratie. Een onduidelijke situatie waarin de mensen niet op beginselen, maar op huidskleur stemmen. En waaruit na verloop van tijd een sterke man naar voren komt. Iemand met wie zijn aanhang zich helemaal kan identificeren en die bovendien een groot talent heeft bondgenootschappen te sluiten en zijn tegenstanders tegen elkaar uit te spelen. Jopie Pengel. Dus het was een tijd waar de neger, dus de donkergekleurde Creool, absoluut... Laten we zeggen, nergens kwam in Suriname. Ondanks het feit dat hij papieren kon hebben, een hogere ontwikkeling als iemand die misschien lichter van kleur was, had de donkergekleurde Creool nauwelijks kansen binnen die samenleving. Zelfs als winkelmeisje of op een kantoor vond men dat het niet gepast was om daar nou een donkergekleurd iemand neer te zetten. Dus er moesten nog heel wat barrières worden overbrugd. En dus in Suriname is men eigenlijk toch wel van mening dat die barrière door Pengel is genomen. Op handen gedragen door zijn sterk godsdienstig gezinde aanhang kan Pengel zo'n kleine 15 jaar de Surinaamse politiek beheersen. Totaal. Waarbij hij zichzelf overigens niet vergeet. 3 ministersposten tegelijk met alle daarbij behorende salarissen en vergoedingen. Men vergeeft het hem nog graag dan. De grote man van Suriname. Hij moeten we hebben. Ja, zonder Pengel, ja. Pengel. Pengel is de man. Pengel is de man. Pengel is de man. Hij is de man. Niemand anders dan Pengel. Pengel, onze lieve minister-president van Suriname, hij moeten we hebben. Hij is onze grote zoon, onze grote broer. Met Gods wil moeten we, hij moeten we hebben. Met Gods wil. Omdat niemand precies weet wat de grote partijen nu precies willen, en omdat ze dat zelf ook niet weten, ontstaat er in Suriname een voor-wat-hoort-wat-democratie. Waarbij de leiders van de partijen, om stemmen aan zich te binden, directe geschenken aan kiezers uitdelen. Die leiders hebben het zelf, dankzij hun kiezers, toch zeker ook prima. Zowel de NPS en de VHP die moesten dus, laten we zeggen om mensen te krijgen om voor ze te stemmen, moesten dus bepaalde beloftes doen en een van die beloftes was dan bijvoorbeeld een baantje. Tegelijkertijd was er dus ook een manier om de werkloosheid die natuurlijk steeds toenam, om die op te vangen. Dus door mensen baantjes in het ambtenarenapparaat te geven. Een derde deel van de Surinaamse bevolking is in overheidsdienst. Dat is erg veel, dacht ik. Dat is naar mijn mening heel veel, ja. De overheid is ook verreweg de grootste werkgever in Suriname.
Ik heb de indruk gekregen op tal van ministeries dat er voor een heleboel mensen gewoon geen werk is eigenlijk. Ja, dat houdt ook weer verband met de hele politieke constellatie. Als men eenmaal gestemd heeft op een bepaalde partij, dan, zoals ik reeds zei, verwacht men iets van de partij. En dan krijgt men of bepaalde leveranties, maar ook banen in de overheid. Dus dan wordt men ambtenaar. En meestal is er voor vele ambtenaren geen werk, maar ze zitten er. Zoveel mogelijk ambtenaren creëren is niet echt de manier om economische en sociale problemen op te lossen. En dat er problemen zijn, kan niet blijvend verborgen worden. Ook al beheerst Pengel de publiciteitsmedia volkomen. Dagelijks maakt hij propaganda via de televisie. En wie elders een anti-Pengelstem laat horen, wordt de ether uitgeslingerd. Zoals de politicus Bruma, commentator van een onafhankelijk radiostation. In de eerste plaats geloof ik dat dit regime een onbekwaam regime is. Als ik het zo mag zeggen. Onbekwaam regime. Dat er niet voldoende gebruik gemaakt wordt van de krachten die dus aanwezig zijn in het land, om het land vooruit te helpen, maar dat men een partijpolitiek voert, daar waar een nationale politiek gevoerd moest worden. Wij hebben daar vaak op gewezen, ook ik, in mijn commentaren, en dat is ook een van de redenen geweest waarom de AFROS uit de lucht gezet is, omdat mijn commentaren daar de regering dus niet welgevallig waren. Een staking van de onderwijzers wordt tenslotte Pengels ondergang. Door geldgebrek kan hij het salaris van de leraren op de middelbare scholen niet verhogen en men begint te staken. Die staking is een symptoom. De staatsuitgaven van Suriname groeiden maar en de Nederlandse regering vond dat maar niets. Ze eist een personeelstop voor ambtenaren. Bovendien lukken Pengel een aantal zaken niet, zoals geld bijeenbrengen voor de ontginning van de veronderstelde grote hoeveelheden bauxiet in West-Suriname. De ontevredenheid, die langzamerhand onder een groot gedeelte van de bevolking is ontstaan, wordt door die staking aan het licht gebracht. Ik heb menigmaal getracht om een huis te krijgen, maar het schijnt dat het niet lukt. Men geeft mij maar ja-woord, maar ik kom nooit in aanmerking. Dat vind ik jammer. Wat is daar de oorzaak van, dacht u? Wel, de oorzaak ervan, volgens mij, je moet een propagandist zijn, begrijpt u niet? Je moet goed op de minister zijn. Volgens mij, ik ben niet goed op de minister. Dus daarvoor kan ik niet aan een huis krijgen, volgens mij. Wel, er wordt gebruik gemaakt door de NPS van de voedselverstrekking. Dat was gewoon een van de dingen waarmee men propaganda maakte. Kijk, ik geef je dus een hoop voedsel en zorg ervoor dat je voor onze partij stemt. Anders krijg je het niet meer. Pengel had dus geld nodig om dus die salarissen te kunnen verhogen. Hij stuurde dus iemand naar Nederland om hierover te praten, maar de Nederlanders wilden absoluut niet tegemoetkomen. Nou, omdat hij niet tegemoet wilde komen, was zijn regering in feite gedwongen om af te treden. Hij trad af en op het moment dus dat er een interim regering kwam, dat was de regering van May, toen kwam het geld van Nederland wel los. En dus is een duidelijke zaak dat Nederland deze zaak ook heeft gebruikt om van Pengel, die toch een veel te onafhankelijke koers ging varen, om dus van hem af te komen. Kijkers en luisteraars, wat zich aanvankelijk deed gevoelen als een crisis op onze middelbare scholen, is snel uitgegroeid tot een uitbarsting in onze samenleving. Wat zo vele jaren moeizaam werd opgebouwd, is thans op de helling komen te verkeren. Kijkers en luisteraars, onze portefeuilles en wel van alle ministers zijn vanaf heden ter beschikking van de gouverneur. Hetgeen betekent dat het kabinet demissionair is geworden. Deze stap is niet eenvoudig geweest, maar zo bekeken heeft het kabinet geen andere keus.
ondanks het feit dat het kabinet nog steeds kan rekenen op een sterke meerderheid in het parlement. Wat er uit de bus komt, weten wij voorlopig niet. Ik zal mij echter als zoon van dit land zeer gelukkig prijzen als het iets goeds is. God zij met u allen. Ik dank u en tot betere tijden. Niet alleen door de onderwijzers was er gestaakt, ook bijvoorbeeld in de haven. Pengel had zijn nek gebroken over economische problemen. Hoe had die economie zich sinds 1945 ontwikkeld? Even lang was Suriname een plantagekolonie geweest, waren alle inkomsten afhankelijk van de opbrengst van tropische landbouwproducten. Zo'n monocultuur is hachelijk. Nu was de afhankelijkheid van plantages vervangen door de afhankelijkheid van één ander product, bauxiet. Dat is even hachelijk. Daar komt nog bij dat de bauxietindustrie niet veel mensen nodig heeft, maar een paar duizend. Wat moeten de anderen, de werklozen, dan doen? Rond 1950 ontwerpt men in Nederland voor Suriname een optimistisch tienjarenplan. Het welvaartsplan, met als dit en als dat. Als het hele volk van Suriname meewerkt, als de mannen van Suriname de geboden kansen aangrijpen, als overheid en particulier initiatief deze taak met kracht aanvatten, dan kan de vooruitgang die nu in enkele beroepen en bedrijven wordt gezien, uitgroeien tot een stuwende beweging die heel Suriname opvoert tot gezonde welvaart. Want Suriname bezit een onuitputtelijke rijkdom aan hout, schatten in zijn bodem en een vruchtbare grond die de mooiste gewassen kan voortbrengen. Het zal dan ook een land kunnen zijn dat zijn nu nog sluimerende welvaart eens weer spiegeld ziet in het geluk en de arbeidsvreugde van zijn bevolking. Met het geld van het welvaartsfonds gaat men het binnenland vanuit de lucht in kaart brengen. Grote polders droogmaken en wegen en kanalen aanleggen. Bij deze vaak grootschalige projecten worden Nederlandse regeringsvertegenwoordigers vergezeld door Frank Esset. Dat is een Surinamer die in Wageningen heeft gestudeerd en die doordrongen is geraakt van de wens op grote schaal alles te gaan exporteren in Suriname. Hij krijgt velen voor zijn plannen mee. Hier geeft hij de Nederlandse premier De Kwaai uitleg over de operatie Grasshopper, de aanleg van vliegveldjes in het binnenland. Die zijn nodig om de natuurlijke rijkdommen van Suriname beter te kunnen inventariseren. Er zit muziek in Operation Grasshopper en in onze mensen. Kennelijk kon geen der gasten aan het ritme ontkomen. Zelfs de Nederlandse minister-president bleek in de korte tijd van zijn verblijf de Surinaamse manier van dansen te hebben aangeleerd. De moerasbossen in de kustvlakte van Suriname zijn rijk aan baboenhout, dat onder andere gebruikt wordt voor de vervaardiging van triplex. Aan de hand van sterk vergrote luchtfoto's kan men vaststellen hoeveel baboenbomen per hectare voor kappen in aanmerking komen. Dit aantal bepaalt de exploiteerbaarheid van het gebied. Omdat het gebruik van zware machines in het moeras niet mogelijk is, geschiedt het omhakken van de bomen met de hand. In het slecht begaanbare zwampbos levert de afvoer van de zware baboenstammen enorme moeilijkheden op. Om dit transport te vergemakkelijken en daardoor de exploitatie van het gebied te bevorderen, besloot 's Lands Bosbeheer kanalen aan te leggen. Thank you.
Ondanks de moeilijkheden waarmee men bij de winning van de baboen te kampen heeft, slaagt men erin om jaarlijks de 100.000 stammen af te leveren die nodig zijn om de triplexfabrikage van het bedrijf in Paramaribo op gang te houden. De boel werd dus grootscheeps aangepakt in samenwerking met buitenlandse bedrijven. In dit geval Bruinzeel. Dat die buitenlandse bedrijven daar veel meer voordeel uit trokken dan Suriname zelf, werd niet opgemerkt. 100.000 bomen per jaar zijn naar de triplexfabriek gegaan. Een enorme roofbouw, omdat er niet werd herbebost. Het land Suriname kreeg 2 kwartjes per stam. Een schijntje in vergelijking met wat elders werd betaald. Het was een beroving van de natuurlijke rijkdom op zo'n schaal dat er nu geen baboenhout meer over is. Voor de triplexfabrikage moet men de stammen invoeren uit de buurlanden. Zonsopgang boven een meer zo groot als de provincie Utrecht. Een kunstmatig meer. Het Van Blommesteinmeer bij Avubakka. Wat hier is aangericht, is door mensen gepland. Hoewel in al zijn consequenties niet zo bedoeld. Ook hier wijst de onvermoeibare minister Esset hoe groot het allemaal zal worden. De dam wordt 53 meter hoog. Bijna 10 meter hoger dan de hoogste toren in Paramaribo. Als tenslotte de trotse Suriname rivier door de dam zal zijn bedwongen, zal dit water ons de energie leveren voor een welvarend Suriname. Er leefden op de plek waar het meer moest komen zo'n dikke 5000 bosnegers, al een paar eeuwen. Het was een van de weinige stukken bewoond binnenland. Toen de plannen in Paramaribo werden gesmeed, moest men die mensen natuurlijk gaan vertellen wat er zou gaan gebeuren. De kapiteins komen luisteren naar wat de mensen uit de stad te vertellen hebben en ze lachen in hun vuistje. Het is allemaal te fantastisch om waar te zijn. Wie hen in de maling wil nemen, moet vroeger opstaan. Hier botsen de werelden van de Wageningse ingenieurs en die van de Bosneger-kapiteins. Allemaal Surinamers, maar wel heel verschillende. Kijk, dat is juist het probleem geweest waarom die mensen zo bekaaid vanaf zijn gekomen. Ze konden zich gewoon niet voorstellen dat het water zo hoog zou gaan. Dat wanneer iemand zou zeggen, kijk, zie je die palmen daar, zie je die kokosbomen, die zullen nog meters onder water komen te liggen. Dus dat is gewoon onvoorstelbaar. Kijk, je hebt daar eeuwen gewoond, je ouders hebben daar gewoond, je voorouders. En die hebben je nooit verteld dat het water zo hoog is gekomen. Dus het was gewoon een fabel die mensen hoorden. En dat heeft ook mee. Tot gevolg geweest dat toen de regering kwam om te praten over verhuizen, dat die mensen gewoon grapjes van maakten. En dachten: nou ja, jullie willen ons zeker van hier wegkrijgen, maar dat kregen jullie ons lekker zo niet. Het water zal tot in 1965 langs de stuwdam omhoog klimmen en zich dan door drukbuizen in de dam 40 meter naar omlaag storten om zo de waterkrachtcentrale te voeden. Gouverneur Curry draaide aan een hendel en de laatste stalen schuif van 50 ton zakte langzaam in het water. Een onderneming van gouvernement en bauxietmaatschappij bereikte een mijlpaal. Iedereen juichte en terecht. De economie van het land zal door deze krachtcentrale en de industrie die erdoor ontstaat zeker een sprong vooruit maken. Ik persoonlijk vind dat het meest belangrijke aspect van deze bauxietsmelters is, omdat het een inluiden is van een nieuwe tijd. Het is namelijk zo dat vanaf nu, tenminste vanaf het moment waarop dit zal gebeuren, het voor het eerst zal zijn dat Suriname zijn eigen grondstoffen op eigen bodem zal verwerken. En dit heeft een heel merkwaardig effect, dat mag ik u dus wel even vertellen. Als u nagaat dat deze verwerking van slechts 6% van de jaarproductie, dus eigenlijk een fractie ervan, tot effect heeft dat het nationaal inkomen van Suriname in zijn totaliteit al met 20% zal stijgen. En bovendien ook nog dat de werkgelegenheid in de mijnbouwsector met
30% zal toenemen en de belastingopbrengsten voor de overheid in deze sector wel met 50% zal toenemen. Zo ziet u dat het zeer belangrijk is dat Suriname zijn eigen grondstoffen gaat verwerken. In dat geval zal het in de toekomst niet nodig zijn dat wij zullen vragen om ontwikkelingshulp, omdat wij voldoende rijkdommen hebben om zelfstandig te kunnen zijn in economische zin op heel korte termijn. De boslandbevolking van ongeveer 5000 mensen die in dit gebied woont, zal moeten vertrekken. Velen hebben dit reeds gedaan. Anderen zullen door het stijgende water gedwongen worden. Voor de verdrevenen zijn woningen in gereedheid gebracht, maar waarschijnlijk zullen de bosbewoners daar nog wel een tijd vreemd tegenaan blijven kijken. In februari 1964 moet ik dan noemen als een zwarte dag. Hè? Van zwarte bladzijde in de geschiedenis van die mensen van die 27 dorpen die getransmigreerd zijn. Want op die dag is de rivier, is die dam dus afgesloten. En toen begon weg het water te komen. En vanaf dat moment hebben de mensen gemerkt van, hey, het is geen grapjes. Nou moeten we weg. En velen zijn pas weggegaan toen ze eigenlijk op een goede morgen van hun hangmat afstapt en plenst in het water. Toen geloofde men dat het werkelijk ernst was. Een grote hoogspanningsleiding gaat van Afubaka naar Paraná. Een speciale weg wordt aangelegd. In de smelterij worden de voordelen behaald die Frank Esset had voorspeld. Er komen dus onder andere wat meer arbeidsplaatsen, maar daar staat tegenover dat 5000 bosnegers niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien op de manier waarop ze dat gewend waren, terwijl een andere mogelijkheid ze niet geboden wordt. Ook hier trekt via zeer langlopende contracten de buitenlandse maatschappij de meeste voordelen uit de gezamenlijke onderneming. Suriname heeft rechten, concessierechten, afgestaan aan Suralco, de Alcoa, voor het hele gebied boven de vierde breedtegraad tot de zesde breedtegraad. Dus zeg maar een kwart van Suriname en wel het gedeelte van Suriname waar de beste bauxietvoorkomens zijn. Daarnaast heeft de Suralco nog een heleboel voordelen uit de Brokopondo-overeenkomst gesleept. Belastingvoordelen enzovoorts enzovoorts. Die overeenkomst is bijzonder nadelig voor Suriname. Een groot stuk grondgebied is onder water gezet. Wat hebben wij daarvoor in de plaats gehad? 960 miljoen kilowatturen per jaar gemiddeld. En daarvan krijgen we maar 80 miljoen kilowatturen. Hoeveel is het gedeelte? Dat kan niet zo uitrekenen. Dat is ongeveer 8%. En de rest wordt gebruikt om aluminium te smelten uit aluinaarde, uit aluminiumoxide. Wij exporteren dus een groot deel van die energie. En vooral door de energiecrisis is er een situatie ontstaan dat wij heel duur elektrische energie moeten opwekken. Tegen, om u een idee te geven, tegen 23 cent per kilowattuur, terwijl het uit het stuwmeer komt voor nog geen halve cent per kilowattuur. Zoals overal ter wereld bestaat er ook in Suriname een trek van het platteland naar de stad. Een stad is de plek waar iets gebeurt. In een stad liggen de kansen. Is er meer te verdienen? Hoopt men. Bosnegers, ook veel door de dam verjaagden, komen in een voormalig abattoir terecht. Een somber bestaan. Voor henzelf, voor hun kinderen. Want de industrie groeit wel, maar nooit snel genoeg. En de stad blijft overbevolkt, zodat de krotten op de erfjes altijd gevuld blijven.
Er is weinig vooruitzicht op betere tijden door het probleem dat alle ontwikkelingslanden treft. In de tweede helft van deze eeuw nam de bevolking zo sterk toe dat de beroepsbevolking bijvoorbeeld met 3,5% groeide in de periode na 1960. Dit is een formidabele groei, dit is een bijzonder sterke groei. 3,5%, dat is inderdaad een gigantische groei van de beroepsbevolking. 3,5% per jaar dus. En dat betekent in feite een ontwikkeling die niet was voorzien door de planologen in Suriname en in Nederland. Dat betekent in feite dat de beroepsbevolking veel sneller is toegenomen, veel harder is gegroeid dan de werkgelegenheid die in deze periode is gegroeid. In de 70er jaren gaat nu ook een project van start waarvoor Pengel in der tijd het geld niet bijeen had kunnen krijgen. Er zit namelijk in het westen van Suriname bauxiet in de grond. Hoeveel weet men nog niet en ook niet of het winstgevend te exporteren zal zijn. Maar toch, daarheen. De onvermoeibare Frank Esset laat ook over die weg naar de toekomst zijn licht schijnen. Gelooft u dat Suriname het ooit zonder ontwikkelingshulp zou kunnen stellen? Oh ja. Wanneer? Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk niet een vraag die u zomaar kan beantwoorden. Maar het hangt helemaal vanaf. Want u moet nou eens even zien, die ontwikkelingen die nu aan de gang zijn, die creëren een hele hoop werkgelegenheid. Als dus daar de mijnbouwkundige ontwikkelingen zullen zijn, op het gebied van bauxiet, op het gebied van nikkel, de aluinaarde-exploitatie, als de stuwdam daar wordt gebouwd, waardoor er elektrische energie van zo ongeveer 800 megawatt wordt gegenereerd, waardoor er weer industrieën komen en waar de veeteelt er komt en de bosbouw er komt, dan begrijpt u toch wel dat er een enorme nieuw industriegebied hier gecreëerd wordt, waardoor wij niet steeds blijven draaien hier in deze cirkel rond Paramaribo, waar op het ogenblik toch zeker een 70% van de totale bevolking van Suriname woont. Daar is duidelijk, dacht ik, de bedoeling geweest van als dat maar van start gaat, als het maar zich gunstig ontwikkelt, dan krijg je inderdaad automatisch een groei van het aantal arbeidsplaatsen dat zo groot zal zijn dat je inderdaad wel het werkgelegenheidsvraagstuk oplost ervoor. Nou, ik dacht dat die visie uitgegaan is van een aantal veronderstellingen waarvan ik tenminste één niet deel. En die veronderstelling is namelijk dat dit soort grootschalige projecten een soort multiplier doen ontstaan. Een soort neveneffecten doet ontstaan voor kleinere bedrijven. Nou, die multiplier, die zogenaamde vermenigvuldigingsfactor, die zogenaamde nevenwerkgelegenheid, die is, dacht ik, in de 60e jaren heel duidelijk overschat. En dat verklaart enigszins een beetje de teleurstellende effecten van het werkgelegenheidsbeleid. De tegenvallende werkgelegenheid in de industrie en de sterke bevolkingsgroei leiden in Suriname tot een steeds grotere werkloosheid. En daar is maar één ding aan te doen. Gebruik maken van het feit dat men Nederlander is en naar Nederland reizen, waar dan nog wel werk is en sociale voorzieningen. Rut. Waarheen? Afobaka. Vraag nou, jullie vragen. Moet je maar niet reizen. Waarheen? Amsterdam. Dit is een gier. Hij zit op het dak van een van de weinige sociale instellingen in Suriname. Het bejaardentehuis, als je deze treurige barakken tenminste zo mag noemen. Dit is de Nederlandse minister-president. Hij is in Suriname om over onafhankelijkheid te praten. Ja, je moet wel bedenken dat in het begin van de jaren 70 was het nog hebben van koloniën ouderwets, iets waar je af moest komen. Het paste ook niet bij de Nederlandse houding die Nederland in het geheel ten aanzien van de derde wereld inneemt. Met een nadruk op
op zelfstandigheid, zelfbeschikkingsrecht van volken, et cetera. Nou, dat feit, plus de voor het eerst weer aan het bewind komen van de Partij van de Arbeid, dat bij elkaar heeft dat versneld, denk ik. En heeft dat toegespitst op 1975. Aan de punt dat, dus dat in 1973 hebben we in februari een grote staking gehad, waarbij het leek alsof de Nederlandse militairen zouden worden ingezet. En Nederland wilde dus niet in die situatie gemanoeuvreerd worden. En dat is dus de reden waarom Nederland extra haast zette achter die hele onafhankelijkheid. Ze wou niet zo, net zoals naar de Antillen mariniers sturen? Nee. Het zou dus haar internationaal imago ernstig hebben geschaad, denk ik. De meningen in Suriname zijn sterk verdeeld over onafhankelijkheid. De Creolen zijn voor. Terwijl de grote overleden Creoolse leider Pengel vanaf zijn sokkel toekijkt, demonstreren zij om de eis van onafhankelijkheid te onderstrepen. De andere zuilen zijn pal tegen uit angst voor een Creoolse overheersing. Een Javaanse woordvoerder spreekt zich duidelijk uit. Teleurgesteld in deze, omdat alleen Den Uyl, die in zijn regeringsverklaring verklaard heeft dat Suriname voor 76 onafhankelijk moet worden, is voor hem belangrijk, ten koste van alles dan ook, ten koste van een bloedbad zelf, dat Suriname toch onafhankelijk moet worden. En voelt zich verkocht en verraden? Bal verkocht en verraden. Ik voel me hiervoor misselijk. En ik walg ervan. Wel, het is onze regering, het is mijn regering. Maar wat we moeten doen, we moeten met alle middelen proberen de regering klem te zetten. Dat is dus met wapens, maar we moeten het doen. Want als we zo doorgaan, dan zullen wij Hindoestanen niet kunnen zien dat, wij verkracht gaan worden. En dat de negers als het ware zullen bloeien met onze zweet en onze bloed die we alle jaren hebben. Wanneer de Creool zich zou gedragen, precies als de Hindoestaan, op een menswaardige manier haar rechten zou gaan zoeken, op een menswaardige manier, op democratisch wijze, voor haar rechten zou gaan vechten, dan zou dat allemaal heel goed aflopen. Maar nee, ze moeten altijd de Hindoestaan proberen te tergen en dat zullen wij niet meer aannemen. En als ze nou verder gaan, dan vrees ik voor de toekomst van dit land en dan vrees ik voor de hele Surinaamse gemeenschap. En daarom zeg ik, indien de Creool zo doorgaat, u moet mij niet kwalijk nemen dat de Creool tegen ze aanhaalt, maar het is altijd deze mensen die ons Hindoestaan proberen te tergen. Zolang ik arm, minister-president van dit land ben, of voorzitter van de NPS, zal de partij nooit verraad plegen. Ook niet als meneer Lachman daarom vraagt. Een mentaliteit dat nabi. En een chef contact me, if you pleeg verraad, mij plegen toe. Nee, Aaron, nooit van gelegen. En met dit begrijp, was aan die boem. Mijn eenmaal gegeven woord zal ik tot de dood gestand doen. Ook aan eenmaal gegeven woord die een regering niet doet ten opzichte van de Nederlandse regering. Wij hebben ons woord gegeven aan het kabinet De Uyl. Het kabinet Aaron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Ja! Het lijkt erop dat de tegenstellingen tussen Hindoestanen en Creolen totaal uit de hand zullen lopen. Als daad van verzet tegen de onafhankelijkheid, waarvoor amper een grondwet gereed was, steekt men het bevolkingsregister in brand. De spanning, de door de leiders ingeblazen angst, grijpt de mensen zelfs zo naar de keel dat de zoveelste golf van emigranten naar Nederland vertrekt. Ondertussen onderhandelen in de Staten de voornaamste leiders over een stabiele toekomst. En binnenskamers wordt de soep veel minder heet gegeten dan het zich oorspronkelijk liet aanzien. Verzoening volgt. We hebben eigenlijk voor Suriname twee decolonisaties gehad, Indonesië en dan aan Nieuw-Guinea. En dat zijn beide in die zin mislukkingen geworden, dat het met halve oorlogen gepaard is gegaan, met grote opwinding, emoties en weinig ordelijk is verlopen. En er was heel duidelijk het besef, of de wil in Nederland in 75, dat het dit keer goed zou gaan. Dit keer zou het netjes verlopen, het decolonisatieproces.
En dat die wens, die heeft een grote druk gelegd op de hele onderhandelingen. Mm-hmm. We hebben onszelf ook een muur in de rug gebouwd. Hè? We moesten. En dat maakt je als onderhandelingspartner zwak. Op het Catshuis in Den Haag hebben regeringsdelegaties uit Nederland en Suriname het topoverleg over de komende onafhankelijkheid van Suriname tot een goed einde gebracht. Buiten de conferentiezaal heerst er een opgewekte sfeer. Die moet hebben doorgewerkt in de besprekingen. Want het kwam tenslotte tot een akkoord waarvan het kernpunt is dat Nederland aan Suriname na de onafhankelijkheid in 10 tot 15 jaar als ontwikkelingshulp een bedrag van 3,5 miljard gulden ter beschikking zal stellen ter versterking van de Surinaamse economie. Nederland is die onderhandelingen ingegaan niet met dit bedrag in het hoofd, maar met een veel lager bedrag in het hoofd. Van dan krijgt u het hele onderhandelingsproces over de onafhankelijkheidswording. Wij Suriname zoveel mogelijk te proberen uit te halen wat er uit te halen was. En dat eindigt dan op dit bedrag. U moet niet denken dat dat gesprekken zijn geweest van grote orde en logica, waarbij men met bewijzen en argumenten van economische problemen en dergelijke tot dit bedrag is gekomen. Dit is uiteindelijk ontstaan in een niet van emotievrije onderhandelingsprocessen. Ja, ja, zoiets komt dus intuïtief tot stand. Ja, intuïtief, dat doet een beetje denken dat je iets doet, min of meer op de gok, maar omdat je denkt dat dat wel het goede is. Ja. Dat is hier niet het geval geweest. Hier is is onderhandeld in een conflictsituatie tussen de twee partijen. En de een vroeg en de ander moest geven. En men moest tenslotte op een bepaald punt uitkomen. En dat is 3,7 miljard geweest. Wat op zichzelf, gegeven de omvang van het land, een buitengewoon hoog bedrag is in termen van internationale hulpverlening. Om trots op te zijn? Als gever? Dat betwijfel ik. Ik denk dat dat een heel belangrijke rol heeft gespeeld, dat Nederland hoe dan ook het netjes wilde doen. Onder geen beding de blamen zou willen krijgen van schraapzuchtig te zijn. En dat heeft tot dit bedrag geleid. Dat bedrag is als het ware als een zak geld boven dat land gehangen. Had nog geen duidelijke bestemming. Wel een vage voor de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma, maar dat was zo vaag geformuleerd dat het nog alle kanten op kon. Ik denk dat dat een slechte vorm van ontwikkelingshulp is om zomaar onbepaald geld op tafel te leggen. In Paramaribo vormt zich een veelkleurig mozaïek. Vanaf het bordes kijken prinses Beatrix en president Ferrier toe. De vlag waarover al zoveel te doen is geweest, wordt gevormd. En alsof in Paramaribo niet net de resten van het koloniaal gezag van hun voetstuk zijn getild, alsof er in Den Haag niet uiterst vage afspraken zijn gemaakt, doet een Nederlandse minister ferme uitspraken. Afgesproken is dat die hulp vooral wordt gericht op de bevordering van de werkgelegenheid. Daar mankeerde er veel aan in het verleden. En dat die hulp moet worden gericht op een verhoging van het levenspeil van de gehele bevolking. Dat betekent dus alle bevolkingsgroepen. Ook de Hindoestanen, ook de Kreolen, ook de Javanen en de Indianen en de Bosnegers. U weet dat vroeger die hulpverlening nogal erg veel te goede gekomen is aan wegen, bruggen, buitenlandse ondernemingen. Dat is afgelopen. Een flink deel van de hulp gaat dus naar projecten in West-Suriname. Uitgevoerd door buitenlandse, vaak Nederlandse ondernemingen. Wegen, bruggen, een spoorlijn zelfs. Het eindpunt van de weg en de spoorlijn heet Apura. Apura zou de tweede stad van Suriname moeten worden. Het is een opengekapte plek midden in het oerbos, wachtend op een grote toekomst in de bauxiet en al die andere industrieën die daardoor zouden worden aangetrokken. Er is nog ruimte. De straten voor een complete stad liggen klaar, met waterleiding en elektriciteitskabels in de grond.
Grote stuwmeren zouden de energie moeten leveren. Een gigantisch industrieel project. Grondig gepland door de regering in Paramaribo en de dure buitenlandse adviseurs. En wakkere Nederlandse Tweede Kamerleden van vele partijen zijn ooit geland om de besteding van de ontwikkelingsgelden nauwlettend te volgen. Wat vindt het Kamerlid Pronk nu, die als minister zo goed wist hoe het geld besteed zou moeten worden? Het is de bedoeling geweest van het kabinet Den Uyl dat slechts een beperkt deel van de 3,5 miljard zou worden geïnvesteerd in West-Suriname. Niet meer dan ongeveer een derde deel. Er zijn berekeningen dat het nu al twee derde zal worden. Ik geloof dat nog niet, maar er zijn problemen rond de inflatie ontstaan. Bovendien, het is een soort kameelneus geweest. Het aanleggen van de spoorlijn betekent dat er nieuwe stappen moeten worden gedaan. Er is hier niet al te goed gepland. Bovendien vind ik West-Suriname een riskante zaak. Het is nog onduidelijk welke economische opbrengst het aan Suriname zal leveren. In Apura is aan de voet van een locomotiefje dat dateert uit de tijd van de goudindustrie een gedenkplaat aangebracht. Ik, Henk Aron, minister-president van Suriname, heb op 12 februari 1976 te 12 uur deze gedenkplaat onthuld ter gelegenheid van de overeenkomst ten behoeve van de spoorlijn West-Suriname. Mogen de arbeid in dit gebied verricht ten goede komen aan het welzijn en de welvaart van de gehele Surinaamse natie. Dit is het beginpunt van de spoorlijn. Het emplacement bij het Bakhuisgebergte. Als de bauxiet van West-Suriname ooit geëxporteerd gaat worden, zullen hier vandaan de treinen met erts vertrekken. Wie de lijn naar zijn eindpunt volgt, komt onder de indruk van zoveel vernuft, inspanning en energie die op zo'n enorme afstand van de bewoonde wereld tot dit resultaat hebben geleid. Er moet onweerstaanbaar denken aan de tragische, dure goudspoorweg die tussen 1905 en 1912 werd aangelegd. Nergens toe heeft gediend en als een blok aan het been van de staatsbegroting heeft gehangen, tot het grootste deel ervan in het Van Blommesteinmeer verdween. Aan de rivier zouden zeeschepen moeten aanleggen, maar men heeft onvoldoende rekening gehouden met de diepgang van moderne ertstankers. Locomotieven staan werkeloos in de schaduw. In het dak van de remise de kogelgaten van de bewakers die uit verveling wel eens een magazijn legen. Om deze status quo te handhaven is al een miljoen per jaar nodig voor onderhoud. Naast de spoorlijn loopt een weg het binnenland in. Het oerwoud kruipt nog laag en voorzichtig naar de andere kant. Regen kalft het wegdek af. De kosten zijn al zo gigantisch dat winst maken nu al twijfelachtig is.
Alles is klaar om West-Suriname tot ontwikkeling te brengen. Maar de tragiek is dat nog geen enkel bedrijf zich heeft gemeld als klant. Overal elders in de wereld worden er voortdurend grotere, rijkere, makkelijker exporteerbare bauxietvoorraden gevonden. En dat betekent zware concurrentie. Terwijl de regering na 1975 zeer, zeer veel geld in West-Suriname steekt, blijven simpele projecten dicht bij huis onuitgevoerd. De volkswoningbouw komt maar niet op gang, terwijl talloze krotten toch nodig aan vervanging toe zijn. Hele projecten blijven, al of niet door corruptie, zelfs halverwege steken. Corruptieschandalen zijn aan de orde van de dag. En de werkgelegenheid, die met ontwikkelingsgeld zou worden bevorderd, neemt alleen maar af. Pengel was onder vergelijkbare omstandigheden gestruikeld over een onderwijzersstaking. De regering Aron gaat ten onder aan een arbeidsconflict in het leger. De vreemde voor-wat-hoort-wat-democratie in Suriname wordt ten val gebracht door een coup van sergeanten. Nederland kijkt geschokt toe. Zeker als er tijdens en na de coup stevig wordt gemept. Om 7 uur begint de avondklok voor Groot Paramaribo. We dachten zo dat u tegen deze... En de niet altijd even overzichtelijke ontwikkelingen later maken die geschoktheid nog groter. Zeker als er iemand wordt geëxecuteerd. Overigens tijdens zijn tweede mislukte poging tot staatsgreep. Steeds meer vindt men het verdwijnen van de democratie een schande. Wat men zich niet afvraagt is... of die in 1948 zo plotseling uit Nederland overgeplante democratie wel ooit gewerkt heeft. Het is te hopen dat het nou beter wordt. En ik denk dat het beter wordt, want ik ben lid van het Volkscomité. Cruzeauweg, Bonairweg en omgeving en districtsraadslid. Heb ik weer de kans op deze leeftijd, haast 79 jaar, om op te komen voor de belangen van de armen, de meest armen in het land. Dat is mijn streven. En daarom ben ik samen met... deze militairen om het land in verandering te brengen. Want het was een corrupte bende hier, u kunt het wel in Nederland zeggen. Dat liep wel zeggen, dat het een corrupte bende was. Deze buurt, daar had je een weggetje. U bent net over een straat gereden, het was een weggetje. Je had geen loostrensen, het water bleef op straat liggen. De ontwatering van de buurt was helemaal niet in orde. Het culturele leven was helemaal kapot op deze plaats. En zo kan ik verder gaan. Wat het Volkscomité heeft gedaan is samen met de mensen van de plaats dus... ervoor gezorgd dat met medewerking van districtsbestuur... de trenzen langs de straat zijn gegraven, er zand is gegooid. De mensen hebben zelf duikers gekocht. Die hebben ze ook zelf geplaatst. De loostrenzen, de waterhuishouding is in orde gemaakt. Er is licht gekomen over straat. We hebben hier met medewerking, want vaak denkt men dat alle mensen die kapitaal hebben zich verzetten tegen de revolutie. We hebben hier ene meneer haar naam wonen. Die hebben we zo ver kunnen bewegen dat hij iedere week met een grote grader over de weg gaat en hem egaliseert. En dat doet hij geheel kosteloos. En diverse andere mensen van de plaats die doen en of financiële bijdragen of op een andere manier. Verder zal u hebben gehoord misschien dat de meeste wegen nu worden bestraat, met straatstenen dus. En dat geschiet voor 90% door de mensen van de buurt zelf. Het is niet alleen de bedoeling om via de volkscomité's modderwegen van straatstenen te voorzien, maar ook
om uit hun midden een nieuw soort parlement te laten ontstaan. Een ander soort democratie, waarvan alleen de tijd kan leren of het zal lukken of niet. Zoals ook de tijd alleen zal kunnen leren of de smaak van de macht voor de nieuwe machthebbers niet al te zoet zal blijken te zijn. Op economisch gebied zijn er dezelfde problemen als vroeger. Suriname is voor het merendeel van zijn staatsinkomsten afhankelijk van een paar heel grote bedrijven, vooral in de bauxietsector. Met de concurrentie van andere landen als bauxietleveranciers is dat een hachelijke zaak. Er is scherpe concurrentie. De vraag naar aluminium is niet meer zo groot en de voorraden in Suriname die het makkelijkst bereikbaar zijn en dus het meest winstgevend, raken op. Eeuwenlang was Suriname als plantage-landbouwkolonie een monocultuur. Hoe is het om nu weer voornamelijk van één product afhankelijk te zijn? Van grote buitenlandse ondernemingen bovendien. Het is in de eerste plaats klemmend, omdat in feite daardoor de multinationals, de grote buitenlandse bedrijven, bepalen het niveau van economische activiteit, het niveau van economische groei, het niveau van welvaart. Gelukkig niet zozeer het niveau van werkgelegenheid, omdat maar een klein deel van de mensen daar werkt. Maar vooral de staatsinkomsten zijn daarvan bijzonder afhankelijk. En dat betekent dat die maatschappijen in een positie zijn geweest altijd om te dicteren welke richting de staat uit moet. En alleen door krachtig eensgezind optreden kan daar een tegenwicht voor worden gegeven. En alleen door het herstructureren van die economie om andere dingen te gaan doen waardoor de afhankelijkheid vermindert. En dat te doen, niet alleen als grondstofproducent, maar op basis van doorgaande verwerking. Centraal zal daarbij moeten staan industrialisatie. Maar industrialisatie op een voorziening, een grondstofvoorziening van onze eigen basissectoren. Omdat wij die basis hebben, die natuurlijke hulpbronnenbasis. We hebben vis, we hebben bos, we hebben landbouwgrond en we hebben delfstoffen, andere dan bauxiet, in de bodem. Buiten het betrekkelijk kleine centrum van Paramaribo, met zijn steeds weer opnieuw op film vastgelegde straten, begint een ander Paramaribo. Een uitgestrekte Zuid-Amerikaanse stad. Hier herinnert nog maar weinig aan het verleden, aan bindingen met Nederland. Die binding is er natuurlijk nog wel, al is het alleen al omdat bijna iedereen wel familie heeft die in Nederland woont. Het Suriname van vandaag is een derde wereldland met alle problemen die dat met zich meebrengt. Daar komt nog bij dat Suriname nog maar net moeizaam aan het ontstaan is. Dat uit de verschillende groepen die eerst door de Nederlandse overheid en later door hun eigen leiders zo van elkaar apart zijn gehouden, een volk zal moeten ontstaan met een gevoel voor saamhorigheid.